Vandaag vertrekt Tom naar Oslo. Op de luchthaven wachten fans en pers hem op. Tom kan alvast wennen aan het mediacircus dat hem in Noorwegen te wachten staat en geeft nog vlug enkele interviews. Suicide Silence, dat is een van mijn favoriete bands. Zoals verwacht hebben de Nooren alles perfect geregeld. Tom wordt opgewacht op de luchthaven door Nederlandstalige medewerkers. Een busje brengt de delegatie naar Oslo. Dit wordt Tom's thuis voor de komende 2 weken. Het Radisson SAS Plaza Hotel. Hier overnacht trouwens het merendeel van de 39 delegaties. Nadat Noorwegen vorig jaar het Songfestival met ruime voorsprong won, slaat het festival dit jaar zijn tenten dus op in Bærum. Op zo'n kwartiertje rijden van de hoofdstad. Het Eurovisie Songfestival is niet alleen een van de langstlopende, maar ook een van de meest bekeken tv-programma's ter wereld. Behalve in de deelnemende landen wordt het festival onder andere ook uitgezonden in de Verenigde Staten, Canada, Australië, India, Japan en Brazilië. Nou, we hebben dit jaar meer dan 2000 journalisten op het Songfestival. Ruim 300 geaccrediteerde fans die hier allemaal druk bezig zijn met het Songfestival te promoten in hun eigen landen. Daarnaast verwachten we voor de halve finales en de finale dit jaar ruim 125 miljoen kijkers. Het 55ste Songfestival vindt plaats in de Telenor Arena, het overdekte voetbalstadion van de Noorse eerste klasse Stabæk. Voor de finale van het Songfestival biedt de arena plaats aan 16.000 mensen. De Noorse omroep haalt alles uit de kast. In de arena zijn 532 bewegende en 4.179 vaste lichten opgehangen. De show wordt in beeld gebracht met 23 camera's. Het perscentrum bestaat uit een grote centrale werkruimte die plaats biedt aan zo'n 550 journalisten. Er is ook een onthaalruimte, een grote zaal voor de persconferenties, radiocabines, interviewruimtes en een restaurant. 17 mei. Het is nationale feestdag in Noorwegen. Maar Tom repeteert vandaag voor het eerst. In zo'n grote zaal heeft Tom nog niet eerder opgetreden. En het is ook nog even wennen aan de beeldregie. Ze zeggen dat is eigenlijk het Sportpaleis van Oslo, maar dat is toch nog een beetje groter, want ik kan nog meer volk binnen. En het gaat stampvol zitten, want het is uitverkocht. Dus ik ben nog altijd niet nerveus, maar wel zo onder de indruk van de gebeurtenissen. Zo. Maar Tom brengt het er prima van af. Niet alleen tijdens zijn repetitie, maar ook op zijn eerste persconferentie. Als ik naar de bathroom ga, neem ik altijd de gitaar. Heb je een grote bathroom? Ja, de akoestieken zijn geweldig daar, dus ik speel met mijn gitaar in de bathroom. Some other questions for Tom? Well, that was easy. So. We can't go now. Maar er is ook tijd voor wat ontspanning. Ook al was de stadswandeling waarschijnlijk in de eerste plaats bedoeld voor de meegereisde fotografen en journalisten. Oslo is qua oppervlakte een van de grootste Europese hoofdsteden, maar een van de kleinste qua bevolkingsaantal. De stad ligt aan het uiteinde van de Oslofjord en heeft veel open ruimtes. Dit geeft Oslo eerder de sfeer van een provinciestad op mensenmaat, met veel open ruimtes en rustig verkeer. Ik denk wel dat ik hier nog eens zal terugkeren, want ik ben onder de indruk van Noorwegen, ik zal het zo zeggen. Zeg, ben je ook onder de indruk van de inwoners van Noorwegen? Heb je al eens aan de meisjes kunnen kijken bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ook met de backing vocals hebben we al serieus besproken dat er hier mooi volk is in Noorwegen. Ja. Dus conclusie, Tom Dijs valt op blond? Eigenlijk is mijn type meestal brunette. Maar gewoon, de meisjes op zich zijn hier wel mooi aan. Geen songfestival zonder feestjes en recepties. Vandaag wordt Tom verwacht op de Belgische ambassade. Behalve Tom's entourage en de meegereisde journalisten, werden ook alle Belgen die in Noorwegen wonen uitgenodigd voor een receptie met Noorse hapjes en Belgisch bier. En er zijn nog officiële ontvangsten. Vorig jaar bedankte de Moskouse burgemeester voor de eer omdat hij het Songfestival vergeleek met een bijeenkomst van duivelvereerders. Maar dit jaar worden alle delegaties verwacht op het stadhuis voor de openingsreceptie van het festival. De receptie vindt plaats in diezelfde zaal waar elk jaar de Nobelprijs voor Vrede wordt uitgereikt.